ik heb het al eerder gezegd. Die Dick Schoof, hè? Ja, onze minister-president. Ja, die heeft zijn hele leven als topambtenaar het tweede viool gespeeld gewoon. Niks aan de hand. En dat had ook zo moeten blijven. In de schaduw, weg. Weet je, hij heeft gewoon de persoonlijkheid hier van een vloedje. Dat is Schoof. Want hij leefde keurig in de schaduw en er gewoon niks aan doen. En ze duwden hem in één keer, hup, zo het podium op. En toen stond hij in één keer vol in de schijnwerpers. Met zijn ogen en zo. En ik denk, van een fel licht. En hij was helemaal aangeslagen. Toen duwden ze hem ook nog een microfoon in zijn handen. En toen begon het te stamelen. En niet uit zijn woorden komen. En och. En er stond dus een man op drijfzand. In het politieke moeras. Nou, vrienden. Eén grote chaos met deze man. Want, en Wilders, die geeft hem geen centimeter. Helemaal niks. Die Wilders, die zit er maar achter zijn vodden. En dat komt omdat die Schoofie zit op de stoel van Wilders. Daar had Wilders willen zitten. Hij wilde premier worden, Wilders. En is het niet geworden, dan kan het eigenlijk nog steeds niet uitstaan. En hij voelt zich ook de premier. Wilders, ja. Dus die Schoof, ja, die werd al gelijk in het eerste debat. Kreeg hij al naar zijn hoofd slappe hap en dit en dat. En er stond alweer een man in paniek daar. En nu had hij zichzelf bij elkaar geraapt. Hè, die Schoof, want eigenlijk neemt niemand hem serieus. En die denkt, nou, ik ga nou toch eens even van me afbijten. Ik ga nou eventjes een interviewtje geven. En die vertelde van, nee, ik ga nu de regie nemen. En ik ga nu de dingen aanpakken. En eigenlijk, ben ik ook de baas, zei hij. Ja, ik ben de baas van het kabinet. Ja, en niemand anders. Hup, en daar was Wilders weer. En die twitterde gelijk. En jij bent absoluut niet de baas. Dag gezag. Dag. Tot ziens. Ja, jongens. Wat moeten we toch aan met die Schoof?